te danken aan mijn mama en pa die mij hier overgeven. Groenpompoen, normaal eet het de wilde. Nee. Oh. Normaal noem ik het groen, maar mijn mama en pa... Ja, maar uw achternaam? Mijn achternaam is de Ridder. Hè. De Ridder, ja. Dus, maar dat is eigenlijk een idee van samen met Komt er eens bij, Ilse. Kom dit in beeld, manneke. Ja. Samen met mijn vrouw hebben we erop gekomen, hè, op die groenpompoen. Dat we gewoon hier een gezellige wandeling van mogen. We moeten er een prachtig filmpje van mogen. En wat ons eerst aantrekt, dat zijn die rode pompoenen. Dat doet mij een beetje denken aan het sprookje van Aspoester. Ah ja. Dat mensen, ja, dat moest naar de feest. En die had geen koets. Ken je het? Ja. Ja. En wat deed hij? Er kwam er een fantastische madame. Toverstochtje en een grote pompoen. Ja, ja, ja. Dat werd ineens een gouden koets. De binding is er nog, maar het loof is dood aan het gaan. Ja, ja. Nu moeten ze eigenlijk geoogst worden, want als ze deze week niet weg zijn, zullen de rest zal kapot gaan, denk ik. Dus dan hebben we nu nog wel. Verschillende kleuren, nee, want ik zie nu de geel, oranje, is dat... Is dat ook iets te maken met zout? Ja, wel. Dat zout komt uit Canada en dat is geselecteerd. En eigenlijk, iedere plant heeft zijn voorouder. Lekker een stamboom. Oh. Dat wordt echt zo hard bijgehouden. En wij vragen dus ouderlijnen die boven de 200 kilo gaan. Dus de ouders van deze pompoenen hebben allemaal meer dan 200 kilo gewogen. En dan krijg je ook grotere pompoenen. Dat is een we hebben al 12 jaar dat we met baby zijn. Ja, we kijken al 12 jaar pompoenen. Die reuze pompoenen dat doen we nog niet zo lang, dat doen we hier maar in 5 jaar. Maar dat is natuurlijk, die stonden niet altijd op dit perceel. Soms kweek die hierachter en dan kunnen ze natuurlijk niet zien meer op dus straat. Dus je kunt niet ieder jaar je pompoenen nog zetten? Dat doen we niet. Of dat de van een bodem is? Ja, voor een beetje vruchtafwisseling doen wij altijd om de 3 jaar normaal. Oh, prachtig. En, Ik wil niet Jeroen Pompoen, maar ik wil bijvoorbeeld... Nee, er is geen mannetje bij, het zijn allemaal meisjes. Margot Pompoen, of Sophie Pompoen, of Emily. Ja. Wat de oudste, hoe oud is die? 14. Die kan al helpen. Die kan al helpen. En het jongste? 1 jaar. En het jongste 1 jaar. Tof, hè? Ja, maar. Nog een afsluiter niet zien? Bij mij, Jeroen, vind je deze heerlijke pompoen. Voilà, echt top, hè.